Alright boys, welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag heb ik voor jullie weer een wheelspin opening video. Is er een tijdje geleden? We hebben er zo'n 50 gespaard, zelfs iets meer volgens mij. En deze video gaat een mix zijn van gewone wheelspins en super wheelspins. Dus heb je er zin in, drop vast een likey. En dan gaan we eens even kijken of we vandaag wat leuke prijzen kunnen krijgen. Mijn doel is om op zijn minst 1,2 miljoen te kunnen verdienen. Dat moet sowieso lukken. Maar zodra we dat hebben, dan wil ik binnenkort een video doen waarbij we 10 miljoen gaan uitgeven aan nieuwe auto's. Dus als er auto's zijn die jullie graag willen zien, laat die achter in de comments. En dan gaan wij gelijk aan de slag met onze wheelspins. Dus ik denk dat we als eerste gewoon de normale wheelspins doen. En dan aan het einde gaan afsluiten met supers. Ik heb er iets meer dan 9. Ik heb er hier volgens mij ook nog 6 staan of 8 misschien zelfs. Dus komt in orde. Hopelijk zit er wat leuks bij. En weet je wat het is? Die wheelspins, dat blijft altijd leuk. Dat is iets wat... Oh! Nou, een beter begin kunnen we al die hebben. Een 250.000, letterlijk patsboom. En we hebben dus nog 35 gewone. Dus we hebben sowieso meer dan 50. Ik weet niet precies hoeveel we er hebben, maar dat komt in orde. Maar ja. Ik weet zo niet meer precies wat voor auto's wij al wel en wat voor auto's wij nog niet hebben. Dus het is een beetje een verrassing als ik iets krijg. Of het dus nieuw is of nee. Want het probleem zit hem ook in het feit dat de auto's in Horizon 4 en 5 bijna allemaal hetzelfde zijn. Dus misschien herken ik de auto's, maar dan heb ik ze in 4 zitten en dan weer niet in dit. En het zal maar wel. Maar dat is bijvoorbeeld al een hele leuke. Heb ik hem? Ik zou willen zeggen van niet. Nee, anders krijg je een melding dat ik hem heb en dan kan ik hem bestellen. Dus mooi, onze eerste auto. Onze eerste nieuwe auto. En die $5000 bedragen, dat schiet allemaal niet zo op. Maar ik heb net een 250.000 gehad, dus ik mag niet eens klagen. Ik moet wel zeggen... bijna die Aston Martin. Ik moet wel zeggen, de laatste paar keer dat we deze video's hebben gemaakt... viel het allemaal tegen qua wat we kregen qua prijzen. Dus misschien dat het vandaag wat beter gaat zijn. Het begin is al nice. Maar... Yo! Ik zit nou te twijfelen of ik die auto al wel heb of niet. Ik weet dat ik hem ooit heb gehad, maar toen heb ik hem verkocht. Dus ik weet niet of ik hem daarna nog een keer heb gekregen. Maar dit is een van de beste auto's in de game. En daar moeten we misschien binnenkort toch maar weer een keertje gebruik van maken. Had ik hem al wel, ja of nee? Ik had hem al wel. Ik kan hem gelijk stellen voor 1,3 mil. En dan zit ik dus aan die 10. Ik weet niet of ik er meer van kan krijgen. Waarschijnlijk niet. Ik ga eerlijk zijn. Waarschijnlijk levert hij geen 1,3 mil op. Maar ik wil het zometeen toch even checken. Gewoon puur uit principe. Ik was overtuigd dat ik er geen meer had. Want ik wist dat ik hem verkocht had. Ik kon me niet herinneren dat ik hem daarna nog een keer had gekregen. Maar dat is wel een insane prijs. Nonetheless. Is crazy. Ik had hem sowieso moeten stellen. Ongetwijfeld. Maar ja, whatever. Deze stellen wel gelijk. Dat is makkelijker. Ik ga er alsnog vanuit dat wij wel aan die 10 mil gaan komen. Dus het komt in orde. Hoop ik. I mean, we hebben de super wheelspins erover. En dat zijn de beste dingen die je kan openen. Daar zitten de meeste prijzen. Natuurlijk, je hebt 3 keer zoveel kans. En we krijgen een Pagani. Kijk, 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 kijk. Dat is een hele gekke Pagani. Het is wel fijn dat je auto's gelijk kan verkopen. Want tweedehands worden ze volgens mij bijna niet meer gekocht. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk net met die Lambo gelijk had moeten stellen. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoeveel die oplevert. Als je kijkt bij die auction house. Dus daar wil ik straks even naar kijken. Ja, het is allemaal een beetje lagere geldbedragen. Maar we hebben volgens mij nou al meer gekregen dan in de laatste 2 video's bij elkaar of zo. Dat is niet eens overdreven. Serieus, want gelijk dat geldbedrag, die andere raceauto en dan die Forza Edition. Dan krijg ik een dress. Ik weet niet wat ik daarmee moet, maar fine. Niet echt iets... Oh, dat is zeer aangenaam. Ja, voordat wij... Oh, hier zit wat geels tussen. Is 250k volgens mij. We krijgen 100. Voordat wij gaan beginnen aan die superwheelspins, ga ik even kijken bij de auction house. Ja. Anders ga ik dat aan het einde vergeten. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. 150k. Oké, nou. We hebben volgens mij al bijna iets van 600k gekregen. Sowieso meer dan dat trouwens. Met al die kleine bedragen ook. Dat telt ook op. Ik wil die 350 set. Die driftauto. Daar gaat hem niet zijn. We hebben nou iets van... Hoeveel hebben we er geopend? Nou, 20? 30? Oeh, een oude Porsche. Dit ding kan nog wel eens wat geld opleveren. Die had ik ook nog niet. Hé. Hey. Kunnen we onze Porsche-collectie uitbreiden? Lekker. Nou, hier zit sowieso niks in. Alles is blauw.
En... Oké, die dino had ik nog niet zien staan. Die dino die levert ook een hoop geld op. Maar krijgen we helaas niet. Lamborghini. Die gaan we ook niet krijgen, want we krijgen 10k. Hier zaten volgens mij wel toffe dingen tussen. Zeker. Dat is zonde. Hier zit niet heel veel in. Ja. Weet je, ik vind die Mercedes A-klasse auto's best vet. Ik vind het geen lelijke auto's, maar... voor een game als dit... ik had hem nog niet, oké. Okay. Voor een game als dit is het natuurlijk niet zo heel erg interessant. $1000. Weet je wat leuk zou zijn? Het zou best een grappig idee zijn als ze een gele prijs erin doen... die letterlijk maar $1 is. Dus dan... die kans is super klein dat je hem krijgt. Maar als je hem krijgt is het aan de ene kant heel tof. Want het is super rare. Alleen het is dan maar $1. Zou op zich wel geinig zijn. Maar ja. Hebben we er nog 9 over? Van deze. Het kan zijn dat we op het einde zelfs nog wat krijgen. Want je krijgt natuurlijk experience. Omdat we zoveel wheelspins hebben geopend. En omdat je experience krijgt, ga je level up. Bijna 250k. Want dan krijg je experience, ga je level up. Krijg je weer een wheelspin. Volgens mij moet ik ook nog mijn daily wheelspin krijgen. Want elke dag dat je inlogt, krijg je er ook nog eentje. Dus we kijken op het einde wel. Ik zou 300k zitten. Is het een millie? Dat lijkt op... 250. Nou, we krijgen 175. Ik zal niet klagen. Het is altijd lastig om te zien of het een millie is. Want het is zo'n lang bedrag. Maar we hebben echt al flink wat geld gekregen. Ik heb niks te klagen. Dat zal ik ook zeker niet doen. RX-7 is nice. Die zal ik al wel hebben helaas. Dus die kunnen we sellen. De laatste 4. En $2000. Ja, weet je. Ik wil klagen. Maar ik mag niet klagen nu. MX-5. Deze is een beetje jack. Ik vind die oudere mooier dan deze. Ik vind deze gewoon een beetje... geen mooie auto. Maar wederom weer van die gele prijs. Is volgens mij een toeter. Ja, dat is een toeter. De Sea of Thieves theme. Tussen twee gekke prijzen in. Krijgen we dit ding. Ja, die heb ik al. Yikes. De laatste gewone wheelspin voor nu. Nogmaals, ik denk dat we nog ooit krijgen. Dat is die hebben we net ook al... Nee. We hadden net een andere trouwens. Andere Volvo, maar die hebben ook al wel. Oké. Wat ik dus nou ga doen, is een hele verrichtende auction house. Hoe werkt het ook alweer? We moeten dus gaan kijken voor de Lamborghini. En dat was de Forza Edition Sesto. De Sesto Elemento. Oké, valt eigenlijk wel mee. Ja, kijk, mensen kunnen dingen te koop zetten. Maar wil niet zeggen dat ze gekocht worden natuurlijk. Maar ik denk dat we die 1,3 mil... waarschijnlijk wat terug moeten kunnen verdienen. Kijk, 4 mil is belachelijk voor deze auto. Makes no sense. Maar ik denk dat we hier zeker wat 2 mil voor kunnen krijgen. Hier is 2 mil voor geboden. Dus, hey. Misschien kunnen we toch nog wat winst maken. We zitten momenteel aan de 10 mil. Zonder dat ik die auto verkocht heb. Dus dat is lekker. Maar, ja, mijn objective is dus al gehaald. Hey, ik heb weer een wheelspin. Ik zei toen dat we gewoon een wheelspin zouden krijgen. Maar ja, we gaan dus gewoon weer verder. Laten we diepe waren voor het einde. Dat is een mooie afsluiter. We gaan nou dus eerst de gewone doen. Laat ik kijken bij mijn gifts. Dus hier staan er al 8 bij. En dit zijn de superwielspins waarbij we dus 3 keer zoveel prijs krijgen. En... 250k. Ja. Lekker man. Gaan we nou back-to-back gele prijzen? Wat is de kans dat ik 2 exact dezelfde auto's krijg? Die zijn best vet. 100%. Ik weet niet hoeveel ze opleveren. Waarschijnlijk niet bijzonder veel. Ik kan ze hier niet gelijk sellen. Waarschijnlijk krijg ik niet die prompt. Omdat ze in dezelfde wielpin zaten. Dat is een beetje apart. De AMG C360. Sick. Maar heb ik al. Weg ermee. Gele prijs rechts. Er zitten er 2 in. Ene van... ik kan niet zien. Volgens mij was het een Hot Wheels auto. Irritant dat je niet kan zien wat er voorbij kwam. Dat is best wel lastig om te spotten. Die BMW rechts. Die FD, Formule Drift. $100.000 en een toeter. Alright. En die auto die kunnen we gelijk wegdoen. Ja, deze wielspins zijn wel een stuk leuker dan die gewone. Ik ga niet liegen. Je weet niet waar je moet kijken, dus dat is wel lachen. 175k plus de Gladiator.
Vind ik een lelijke auto, by the way. Ik vind het echt... Die is te lang. Die verhouding klopt niet. Het is echt een beetje een nare auto, maar... Laat maar in de comments achter of je het er niet mee eens bent of wel. I don't care. Hier zit veel in. Die RS4 is sick. Maar ik zag heel veel paarse prijzen links. In het midden 125k. Dat is op zich ook al leuk. Dus zijn allebei cellen. Oké. Okay. Flink wat gele opties. Oh, wat is de kans? Wat is de kans? Voor weer... Oké. Okay. Dit had ik niet verwacht. Deze video gaat zoveel beter. Ik had echt iets verwacht van, oké, dit wordt weer helemaal niks. Omdat we dat hebben gehad in het verleden. Ik ga hem niet sellen. We hebben dus gezien dat we er waarschijnlijk 2 mil voor kunnen krijgen. Ik heb er nou dus gewoon 3 in mijn garage staan. 2 gele prijzen, come on. Ik wil er 2. De MG... Heerlijke auto. Die zouden we zelfs kunnen gebruiken voor die rally expansion. Ik zou willen zeggen dat ik hem ook nog niet heb. Ik heb hem nog niet. Dat is dik. Links zit er heel veel geel in. Oh. Bijna die... die Koenigsegg. We krijgen 100k. Die auto had ik inderdaad al. Dat dacht ik al. Dit vind ik echt een... ik ga het niet zeggen. Anders wordt mijn video daar gestrikt. Maar dat is een... Een shady busje. Laten we het zo zeggen. Hier zit weer wederom redelijk wat geel in. We krijgen een paarse. 375k. Wel bijna die LFA. Ik weet niet of ik de LFA al heb. Volgens mij heb ik er ooit een video van gemaakt. Hang niet van bij. En we krijgen die sneakers. Sick. Hebben we hier nog meer. We zitten al op, bijna op 12 mil. En we hebben hier nog 6 supers en nog 1 gewone. Nou... Het maakt me eigenlijk niets meer uit wat nog gaat gebeuren. Ik wil ooit een keer de kans hebben... dat we gewoon 3 gele prijzen op rij krijgen. Dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren, maar dat zou heel vet zijn. Daarboven zaten ook 2 hele vette prijzen. Helaas geen van beide voor ons. Een Bugatti. Rechts. Rechtse rij. We krijgen een McLaren 600LT. Die heb ik volgens mij al. Yeah. Dat ding levert me 130k op. Dat is best wel weinig. Ja, ik ga hem gewoon sellen. Ik geloof niet dat daar heel veel vraag naar is. En meestal de auto's die je gewoon kan kopen, leveren helemaal niks op via Auction House. Auto's die je kan krijgen uit die wheelspins, van die speciale, die kunnen soms nog wel wat opleveren. Maar de auto's die echt het meeste opleveren, dat zijn die Festival Playlist auto's. En daar heb ik er helaas al een hoop van gemist. Dus, de RS200. De gewone RS200. Wij kennen die van Hoonigan. Dit is de gewone, die hadden we nog niet. Die kunnen we misschien binnenkort ook zelf een beetje gaan upgraden. Voor de flauwekul. Dit is allemaal weer 3 keer niks. Helaas. Oké, de laatste... 2 superwielspinnetjes. Gaan wij nog afsluiten met een bang? Als dat niet zo is, is het prima hoor. Maar het zal leuk zijn. Allerlaatste superwielspin van vandaag. Daarin zit een hele hoop potentie. Maar dat gaan we niet krijgen. Alright, weet je. 100, hoeveel is het? 175k? Is alsnog een mooi bedrag. Right? Is een mooi bedrag. En we hadden trouwens nog... Waarom staat hier nog steeds een 4? Oh, dat is post. Ja, ik kijk niet naar mijn post. We hebben natuurlijk nog die gewone wielspin bewaard. De allerlaatste voor vandaag. Hoe vaak heb ik dat nou al gezegd? Geen idee. Ik geloof niet dat hier iets speciaals gaat zitten. Ik zie sowieso al niks scheels. Het is 15k. Het valt mee. Valt mee, valt tegen, I don't know. Het feit dat we 12,5 miljoen hebben verdiend... is heel netjes. We hebben een paar mooie auto's gehad. We hebben dus een dubbele... Forza Edition... 6 elementen, wat bizar is. Hebben we hier nog iets? Dat is een pakketje, ik weet niet waarom. Oh, omdat ik een collectie compleet heb. Group B. Oké, okay, nice. Krijgen we een clown dance. Oké. Okay. Je kan misschien nog iets leuks tussen zitten bij die collection. Meestal niet hoor, maar... ik denk dat die Metro... Dat dat een van de tofste prijzen is die ik heb gehad. Want dat ding is echt insane. Ik denk dat ik die zo nog even bij ga pakken. Want die wil ik bekijken. En oh, we hebben hier geen speciale rewards voor gehad. Ah, is jammer. Moet je dit ding zien, joh. Dit ding is super gaaf. Oké, echt een klein autootje. Gekke arrow erop. Rallybandjes eronder. Dit zou echt een hele toffe auto kunnen zijn om binnenkort te gebruiken bij...
bij de Rally Adventure. Dat zullen we waarschijnlijk ook wel gaan doen. Maar ja, dit is voor mij waarschijnlijk mijn hoofdprijs geweest. Sure, die Forza Editions waren vet, maar ik had ze al, dus dan is het whatever. Maar dit ding, super dik. En misschien, met een klein beetje geluk, zit hier nog iets bij. Een super. Kan ik die openen? Ik kan een poging wagen. Ik weet niet of die te ver weg zit. Ik denk dat we... Ja, die kunnen we wel openen. We hebben er gewoon nog eentje over, joh. Een supertje. Alright, dit is de afsluiting voor vandaag. Vond je het een leuke video? Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot dan snel. Houdoe!